De Amsterdamse stedenmaagd siert al bijna 200 jaar de gevel van een van Amsterdams meest markante gebouwen, het Bejaardenhuis aan de Roeterstraat. In 1782 opgezet als spin- en werkhuis voor bedelaars en klaplopers, is de Roeterstraat na twee eeuwen van sociale veranderingen uiteindelijk ondergebracht in de gemeentelijke dienst voor bejaardenverzorging. Tot die verzorging behoort onder meer al jaren de visdag van de bejaarden in Ilpendam. Dit is altijd een grote dag voor de bewoners, die dan even buiten de muren komen van het pand in de Roeterstraat, waar overigens in het water van de Nieuwe Prinsengracht ook heel wat stekelbaarsjes zijn gevangen. Ondanks vele verbouwingen voldeed het huis al lang niet meer aan de eisen die in de laatste tijd aan bejaardenzorg gesteld worden. Toch hebben enkele bewoners er nog wel waarderende woorden voor. Ik ben nu 79, ik was 50 jaar toen ik kwam. 29 jaar ben ik hier. Ik had een hele woning. Nou, en ik was al zo oud, dus ik denk, nee, ik ga hier naartoe en ik heb het hier prachtig naar mijn zin gehad. Ik mocht niet alleen op mijn woning blijven. Daarachter de dokter niet geschikt voor me. Zorg voor bejaarden is niet alleen een probleem voor Amsterdam. Er zijn in ons land ruim 1,3 miljoen 65-plussers. Meer dan 11% van de bevolking. Gelukkig hoeven niet alle 65-jarigen direct in een verzorgingshuis. De gemiddelde leeftijd van de Roeterstraat is 82 jaar. Het enige eigen plekje dat de bewoners hebben is een ijzeren bed met een stoel en een kast op een slaapzaal. Het is natuurlijk niet gezellig. Absoluut niet. Ja, het is niet gezellig, hè. Maar ja, je moet daar aan wennen. Gelukkig behoort deze situatie nu tot het verleden. Aan de rand van de stad, bij de Schellingwouderbrug, hebben de Roeterstraatbejaarden deze dagen het nieuwe Flevohuis betrokken. We zitten op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 hoog. Ik kan het gauw winnen, maar er zijn er mensen bij, die kunnen het nog niet winnen. Ik raad er eigenlijk komen. Je krijgt een wc van je eigen. Dat is een hele oplossing, hoor, wc. Je krijgt twee kranen ook, warm water en koud water. Ja, het is prachtig. Het is één woord gezegd prachtig. Op alle kamers zijn noodbellen aangebracht, waardoor de bejaarde rechtstreeks contact kan hebben met de afdelingsverzorgster. Spreekt u maar. Zijn mijn medicijnen al gekomen? Ook in de verpleegafdeling, die 130 bedden telt, hebben de patiënten een grote mate van privacy. Wie conditietraining wil doen, vindt hier een ruime en goed geoutilleerde fysiotherapeutische afdeling. Het Flevohuis heeft op dit moment 360 inwoners. Een aantal dat kan oplopen tot maximaal 610. Dat maximum zal ongetwijfeld gauw bereikt worden, want er is alleen al in Amsterdam een tekort van 2500 plaatsen in verzorgingstehuizen. Bij de bouw van het Flevohuis is men ervan uitgegaan dat de bejaarden zoveel mogelijk een privéleven moeten hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat de broodmaaltijd wordt thuisbezorgd. Ik ontbijt op mijn kamer en ik eet s'avonds op mijn kamer. Kijk eens, daar sliep ik ook alleen, maar dan dacht je allemaal niet leuk. Daar had je gordijnen. Naast je stond precies het andere. Nou heb je een mooie kamer. Ik heb helemaal geen behoefte aan mensen. Ook de bewoners van het Flevohuis richten zich op de toekomst. Hun toekomst. Ik vind hier een paleis. Nu krijg ik een goede levensavond nog. Een goede oude dag.